Dank u wel, voorzitter. Hoe vaak heb ik hier gestaan en gesignaleerd dat het recht op veilige en legale abortus een fundamenteel recht is en dat dit een noodzakelijke voorwaarde is voor de zelfbeschikking, recht op gezondheid en de lichamelijke integriteit van vrouwen? Als je het mij vraagt, veel te vaak. Keer op keer hebben we te maken met extremisten die de ongezonde behoefte hebben zich te bemoeien met het lichaam van vrouwen, die terug willen in de tijd, die willen dat vrouwen teruggaan naar die kleerhanger. En de extremisten in Europa hebben zichzelf verzameld in de zogenaamde Agenda Europe, waar ze hun destructieve plannen uiteenzetten en nu al uitvoeren. Ook hier. Denk aan de de facto abortusban in Polen. Denk aan de anti-LHBTI-wetgeving in Hongarije. Dat zijn plannen tegen vrouwen, tegen de LHBTI-plusgemeenschap en tegen mensenrechten. En dat is onacceptabel. Dat moeten we onmogelijk maken. En daarom gaan we het recht op abortus moeten verankeren in het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Want dit zijn extremisten van de VS tot in het Europees Parlement. En die hebben hier niks te zoeken, niks te vinden van onze fundamentele rechten. Dank je wel.